Goed, er komt hier een brug. Ben je ervoor of dat tegen? Ervoor. En waarom? Nou, als die brug daar dicht staat, moet je anders een heel stuk omfietsen. En dat is niet echt handig. Als er een brug komt, dat het een hele mooie oplossing is. En de kindertjes ook veiliger en alles op school kunnen. En dat is ook heel voornaam. Ik ben niet blij met een brug hier, omdat ik ben een roeier. En een extra brug tussen Ter Aar en Gouwsluis, dat is voor ons roeiers helemaal niet fijn. Ja, ik ben er wel voor. Dan fiets je wat sneller naar Aarlanderveen en Nieuwkoop. En zou je er zelf gebruik van maken? Ik hoef er zelf niet zo direct gebruik van te maken, want ik weet hier wegen waar ik ook de richting Nieuwkoop kan komen. We fietsen ongeveer 4.000 à 5.000 kilometer per jaar op deze fiets. Dus onherroepelijk zullen wij er ook gebruik van gaan maken. Nee, ook niet, want ik woon niet in Nieuwkoop of zo. Ik woon in Alphen, dus ik fiets altijd hier langs. Zeker, want nu moet ik helemaal omfietsen. En de kosten zijn geraamd op 4 miljoen euro. Vindt u dat het waard? Nou ja, waarom niet, hè? Ik bedoel, het wordt toch over de balk gesmeten, dus dit kan er ook nog wel bij. Nou, ik vind het in deze tijd, of je na moet denken of je dit wil. En het staat de kosten tegenover de baten, hè? Kijk, het zal best een keer een plan geweest zijn die te nut voor iets zal zijn. Maar ik wil in deze tijd zeker wel eens zeggen, ik moet ook nadenken wat ik ga doen. Vandaag en de dag, ik vind ook, al heb je een plan, je mag ook durven zeggen, jongens, we kunnen het even niet doen deze tijd. Als dat de veiligheid ten goede komt, is het altijd waard.